Je kunt kruiden natuurlijk kopen in de winkel. Maar hoe leuk is het om deze uit je eigen tuintje te kunnen pakken? Dat moet je dan natuurlijk wel goed aanleggen. Goedemorgen, Chantal. Goedemorgen. Basilicum, bieslook, tijm, oregano, dat zijn kruiden. Maar dat zijn bij de meeste mensen al alleen maar in kleine potjes in de keukenkastjes, ja, toch? Ja. Maar het kan anders. Ja, er zijn heel veel kruiden die zijn heel gemakkelijk om gewoon echt in de volle grond in de tuin te zetten. Wat hebben we? Tijmsoorten, oregano, munt, citroenmelisse, rozemarijn, lavendel, ja. Keukenlaurier komt aan bod. Genoeg om aan te pakken? Genoeg om aan te pakken, okay. Ja. Hoeft niet al te diep, toch? Nee, hoeft niet al te diep. En ik maak heel even de baan. En dan dadelijk is het gewoon een beetje grond aan de kant duwen als je de planten erin zet. Nou, en dit treetje zit erachter, dus die mogen hierover verdeeld worden. Gewoon naast elkaar, gezellig. Oh, dat ruikt lekker, zeg. Munt. Wat is dit? Het is een tijmsoort. We kennen hem allemaal als groene tijm. Oké. Okay. Maar deze heeft een mooie bont blad. Iets zoetiger. Dus ja, en iets meer kleur. Zoetiger. Ja. Hoppakee. Dit wordt heel speciaal, hè? Want die zie je niet zo vaak terug in tuintjes bij de mensen. Hè? Nee, ik denk dat meestal wel kennen als gewoon als vaste plant of als zomerbloeier. Ja. Dit is een salvia-soort. Niet als kruid, hè? Nee, niet als kruid. Het is witte salie. Ja. Als je hem knijpt en ik pak er maar eentje af, zit er toch genoeg aan. En je ruikt er een hele specifieke geur aan. Mm-hmm. Ja. Dit is lekker op, bij een barbecue-gerecht of bij lamsvlees. Oké. Okay. We hebben hem bijna af, oh. Maar we hebben hier nog een stukje over en het is een beetje een afkadering. Ja. Dus dan gaan we daar keukenlaurier in zetten. Oké. Okay. Dit is een daslook. Okay. Die komt ook in het wild voor. Die mag je in het wild niet plukken. Mm-hmm. En juist omdat die zoveel wilderen, zetten we die in deze bak, zodat die mooi een beetje compact blijven en niet dadelijk door de hele tuin gaan. Ja. Ik maak daar heel graag pesto mee. En dat is dan eigenlijk heel gemakkelijk, want als je pesto met basilicum maakt, heb je knoflook nodig, omdat hier die knoflooksmaak al aan zit. Mm-hmm. Hoef je dus eigenlijk alleen maar een beetje peperzout en olie toe te voegen. En je bent klaar. En het is lekker onder kruidenboter. Je ziet al, hier komt iets meer zonlicht overheen. Hier staat eigenlijk de middagzon op. Hier heb ik wat soorten staan waar ook echt bloemetjes in komen. Ja. Je ziet hier een bonenkruid met een leuk lila kleurig bloemetje. Bieslook, als je die niet te snel opeet, dan komen er ook kleine paarse bloemetjes in. En het kerrykruid. En daar komen gele bloemetjes in. Dus dit wordt een iets fleurigere bak. Zo, ons kruidentuintje is klaar, hè? Alleen nog even ons kruidentuintje aanharken. Ja, hoort er ook bij.